Hij is één van de bekendste acteurs in Vlaanderen en in Nederland. Bovendien heeft hij een hart van goud. En daarom beken ik dat ik zelfs vriendschapsgevoelens voor hem heb. En als professioneel bewonder ik hem. En daarom is hij vandaag mijn gast in het Eenzame Hartenbureau. Carrie Goossens, welkom. Dag Edwin. Carrie, welkom in het Eenzame Hartenbureau. Nogmaals. Hè. Ja. Ja. Ik heb de formule van het Eenzame Hartenbureau veranderd, de format. Mm. Ik ga jou 6 diepgaande levensvragen stellen. Ja. En ik heb dat vooral gedaan omdat ik vind dat andere talkshows vaak over de ondraaglijke lichtheid van het bestaan gaan. Ja. En daarom wou ik eens een slag maken. Hè. Goed. Goed. De eerste vraag is, en ik stel dus dezelfde 6 vragen, ja, aan alle gasten. Okay. En ze antwoorden allemaal verschillend. Ah ja. Ja. Al goed. De eerste vraag is, ik ga mijn bril opzetten, ja, de leeftijd. In een drukke briefwisseling tussen Albert Einstein en Sigmund Freud, ja, toch al bij geen 2 dwaasriken, nee, schreven ze, waren ze erover eens dat de mens zich met verkeerde maatstaven meet. Ja. En dat ze te veel bezig zijn met prestige en met geld. Wat denk jij daarvan? Jij als derde intellectueel. Ja, nu, ik denk dat de betekenis van geld en prestige, dat eigenlijk al heel de geschiedenis lang geweest is. Dat eigen aan de mens is. De mens heeft zich gedistanceerd van de dieren, heeft een taal ontwikkeld, heeft een maatschappij ontwikkeld. En daar komt natuurlijk prestige en geld altijd in terug. Maar ik denk dat je ook alles in zijn context moet bekijken. Waarschijnlijk, ik heb de heren nooit persoonlijk ontmoet. Maar waarschijnlijk zal het in die periode van Einstein geweest zijn dat naar voren kwam. Maar ik vind dat je toch, ja, er is zo'n spreuk die zegt, elke revolutie vreet zijn eigen kinderen op. En dat is eigenlijk waar. Want dat is een mooie uitspraak. Liefst. Mooie uitspraak. Ja, ik denk dat het van wie komt het nu weer? Ik denk van Marx of zoiets. Ik weet het niet juist. Ik denk van Marx. En elke revolutie vreet zijn eigen. Vreet zijn eigen. Ik vind een hele mooie uitspraak. Omdat ik herinner mij, ik ben geboren in 1953. En ik heb mijn kinderjaren in de eind de jaren 50 meegemaakt. En op die moment besefte ik dat niet. Maar achteraf besef je wel natuurlijk dat de mensen nog altijd in hun achterhoofd aan die opbouw na de oorlogsjaren, dat is 6-7 jaar tussen mijn einde van de oorlog en mijn geboorte. Maar de grote wederopstanding was er. De mensen hadden terug werk, er werd terug opgebouwd en zo. En uiteraard denk ik dat dan daardoor, door die 5-6 ellendige oorlogsjaren, dat de mensen vooral gesteld waren op die dingen. Je moet goed je boterham verdienen, je moet zien dat je een vaste job hebt. Je moet zien dat je een auto kunt kopen. Er waren mogelijkheden om een huis te bouwen en zo. En dat werd heel belangrijk. En terecht ook, natuurlijk. Maar wat voel je dan dat in midden jaren 60, toen ik dan zo'n tiener was, dan begon de hippies te ontstaan als reactie op. Van, wat is dat nu niet meer in de maatschappij dan maatschappelijke welstand en geld en dat telt allemaal niet meer mee. Ik ben dan mee zo wat meegegroeid met die hippiebeweging. En nu, zoveel jaren later, dan besef je wel natuurlijk dat onze motivaties eigenlijk heel, heel eenvoudig waren, heel, heel simpel waren in een draaiende wereld. Maar het was een mooie reactie daarop. En dan kreeg je weer achteraf, ga je naar de jaren 80 en dan krijg je 90, de Thatcher-jaren. De Thatcher-jaren, dan krijg je de juppies terug in één keer, ja, dat het dan wel bon ton was of zo. Dan krijg je dat het na de jaren van bloeiende economie, 50 jaren, 70, ja, dat het dan slechter begon te gaan en zo. En dan al die dingen die de mensen verworven hadden, belangrijk vonden. De gloriejaren van de vakbonden en zo laten ons allemaal samen op één plateau gooien. Ja, dat moest dan afgebouwd worden. Dat werd dan, ja, en ik denk dat dat eigen aan de mensheid is. Ik was bijvoorbeeld ook iemand die dacht van, hoopte en dacht, ik ga nooit in mijn leven een oorlog meemaken. Ja. Hè?
Maar nu ben ik 70 jaar en er zijn twee oorlogen niet zo verschrikkelijk ver van ons. Ja. En je, als je het nieuws een beetje volgt en zo, ja, het ziet er niet goed uit voor de ogenblik in de wereld. Dus ik denk, ja, dat kan zijn dat dus die stelling klopt. Maar ik denk dat het altijd met periodes gaat in de maatschappij. Maar dat er altijd een reactie op komt. Carrie, ik heb als eerste liedje I Can Get No Satisfaction van de Rolling Stones. Hoe vertaal je dat eigenlijk? Ik kan geen bevrediging krijgen in deze samenleving. Ik kan er niet genoeg van krijgen. Ja, je mag dit aankondigen in deze camera. Serieus, in mijn camera? Ja, dit is jouw camera. Wel, het eerste nummer dat we gaan horen is I Can Get No Satisfaction van de Rolling Stones, wat ik heel goed ken. Komt uit mijn tienerjaren, midden jaren 60. En het sluit een beetje aan bij wat we net besproken hebben, want er komt een zin in bijvoorbeeld van He can't be a man because he doesn't smoke the same cigarettes as me. Dus zelfs over sigaretten, over zo'n prul werd er al belang gehecht van die mens is belangrijker dan ik. Dus I can get no satisfaction. Welkom terug in het eenzame hartbureau waar ik 6 zware levensvragen stel aan de grootste acteur in Vlaanderen, Carrie Goossens. En poek, hier staat Anoushka van Woest Winery. Ja. Leg eens uit, Woest Winery, Vlaamse wijn. Hè? Vlaamse wijn, ja. Wij hebben een wijngaard. Welkom trouwens. Dank u wel. Ja. Dank u wel. Blij dat ik er terug mag bij zijn. Ja. We hebben een wijngaard in Evergem, Waarschoot, Oost-Eeklo en dan nog één in de Champagne ook. Gevaarlijke streek, die dingen. Heel gevaarlijke mensen. Vandaar de naam Woest. Hey, wat heb jij bij? Ik heb vandaag, gaan we voor de Belgische bubbels. Ik ga het misschien uitleggen naar jou. Ja. We hebben de Belgische bubbels mee. Het is een Pinot Noir van 2018. Dat is van onze wijngaard in Evergem. Dus kijk, volledig gemaakt op de methode traditioneel. Dus ik ga jou een keer laten proeven. Ja, ik ben benieuwd. Ken je daar iets van? Niet echt veel. Ik ben echt niet een connoisseur, zoals ze zeggen. Ik ben eens benieuwd maar naar ik denk jouw het wel reactie. Heel graag. Dus ik ga daar nu een quasi-professionele repliek op geven. Gezondheid. Alsjeblieft. Dank je wel. Geniet ervan. Santé, vriend. Alsjeblieft. Dag, Anoushka. Dag. Bye. Ja, lekker is het alleszins. Het is lekker, hè? Oh. Ja, sowieso. En ook de juiste temperatuur en zo. Absoluut, ja, want meestal wordt dat koud gedronken. Ja, heel maar goed. Maar zo heb je de smaak veel meer. Ja. Maar je hebt zo van die mensen die kunnen dan zeggen, ja, ik proef een fragmentje van dit, een fragmentje van dat. Maar daarvoor is dat voor mij veel te verfijnd. Maar als ik vind het ook opmerkelijk dat het in Vlaanderen gemaakt wordt. Ja, maar hoe langer omheen natuurlijk. Ja, ik bedoel, ik ken mij van vroeger. Dit wordt hier het zuiden van Frankrijk uiteindelijk. Maar vroeger werd er alleen over wijn en schuimwijn en champagne over Frankrijk. Maar nu, tegenwoordig... Nu, we zijn hier niet bij Piet Huizentruid. Nee. Hey, dat gaan we niet. Dat gaan we niet. Daar was niet aan wagen zelfs. Hey. Nu, dit was wel nodig, dit drankje. Want de volgende vraag gaat over lust. Oei. Ja. Ja. Hey? Seks dus. Ja. Ja, wel. Dat kan je onder lust begrijpen natuurlijk. Ja, het is een beetje een Freudiaanse uitdrukking, maar ik vind het wel een mooie. Hè? Ja. En de vraag is, heeft lust een positieve, opbouwende kracht geweest in jouw leven? Of is het eerder een destructieve kracht geweest? Tot nu toe, want jij beleeft het nog natuurlijk. Goed. Maar je spreekt dus over lust als over seksueel... Ja, lust is... Ja, inderdaad. Ja, lust is... Wel, ik denk dat... De Crow in de eerste aflevering zei... Lust is eigenlijk goesting. Maar dat zei ik ook. Je kan lust op verschillende manieren interpreteren. Mm-hmm. Maar goesting is iets braver dan lust. Mm-hmm. Ik vind achter het woord lust iets wat meer... Een drang, vind ik. Echt een drang. Een drijfveer. Maar het is ook wel een drang. Hè? Ja, maar het is vooral een drang die... We zijn tenslotte zoogdieren. Ja. Mogen we niet vergeten. We zijn wel mensen geworden door van alles en nog wat te ontwikkelen. Maar we zijn blijven zoogdieren. En ik denk dat... lust in de seksuele betekenis van het woord...
dat automatisch iets is dat in een bepaalde fase van uw leven de overhand gaat nemen. Tot welke leeftijd was dat bij jou? Ja, dat is meestal in de na de puberteit, toch? Nee, dat was in de puberteit. In de puberteit? Ja, natuurlijk. Omdat je begint dan alles te voelen en te ontdekken. Wanneer ben je eraan begonnen? Ik was vrij vroeg, 12 jaar. Ik was ook vrij vroeg erbij. Ik ook. Ik was 15 jaar, denk ik. Ah ja, ik was nog een klacht voor. Ja, maar ja. Ja, maar goed. Je hebt er altijd niet wat voor zijn, hè? Ja. Maar ik vond toch ook... 15 jaar vond ik al vrij jong. Ja, dat was vrij jong. Om de ontdekkingsdocht te beginnen. Ja. Maar je hebt al wel... ik had dat toch wel vlug door dat dat eigenlijk een fase is in je leven. In het begin, als je verliefd wordt op iemand of je wordt door iemand seksueel aangetrokken, dan nemen de hormonen de bovenhand natuurlijk. En dan doe je alles om toch maar op ontdekkingsreis te kunnen gaan. Maar als je een relatie wil opbouwen tussen een man en een vrouw, of een man en een man, of een vrouw en een vrouw, maakt niet uit. Maar dan voel je toch wel dat op termijn, maanden of jaren, dat verandert, dat gedrag verandert. Hoe lang ben je nu gehuwd? Ik heb een eerste huwelijk gehad van 20 maanden. Vrij kort, omdat ik om de totaal verkeerde redenen van huis gegaan ben en te vroeg getrouwd. Maar ik heb nog altijd contact met mijn eerste vrouw. Voilà. Maar met mijn huidige vrouw, Chris, zijn wij bijna 35 jaar samen. Hoe verandert die lust dan? Die lust, omdat je lichaam gaat ook anders reageren op de dingen. Je wordt ook ouder. Wat zeg je? Je wordt ook ouder. Je wordt ouder, je gaat anders. En er zijn andere dingen die in de plaats komen, die ook een zekere drang zijn, maar geen lichamelijke lust meer. Je voelt, dat is nog altijd sluimerend, dat is nog altijd aanwezig. Dat gaat eigenlijk niet weg, denk ik. Maar dat gaat trouwens niet weg, hè? Nee, in de psychologie is dat bestudeerd. In de psychogerontologie, de psychologie van het ouder worden. Ja, hè? Ja, lust blijft het tot wanneer je sterft. Ja, voilà. Maar het mag geen maatstaf worden, denk ik. Want ik heb al veel mensen in mijn omgeving geweten waar het verhaal van het jonge groene blaadje de overhand gaat nemen. En dat is ook goed voor een tijdje. Want als je dan 2 of 3 generaties in leeftijd verschilt, dan kom je niet op dat punt. In het begin zal dat wel erg sterk aanwezig zijn, maar dat verwijdert zich, omdat je met zo'n groot generatieverschil zit, denk ik, dat het bijna onmogelijk is om dat op dezelfde manier vol te houden bij de beide partijen, eigenlijk, denk ik dan. Wat ik belangrijk vind, is dat als je echt een goede band hebt met een partner en begrip voor elkaar hebt, respect voor elkaar hebt, en dan voel je dat er dingen, andere dingen, zeer diepere genegenheid komt er. Minder seksuele lust, maar diepe genegenheid. Ja, men zegt mij dat altijd, van diepere genegenheid. Ja. Hè? Maar wat is dat dan zo? Tegenover Chris nu bijvoorbeeld. Je hebt veel minder nodig dan in de beginjaren om te laten voelen, te laten zien, te bewijzen wie je eigenlijk bent. Wordt het boeket mooier van... Ik vind van wel. Lust en liefde, dan echte liefde. Ja, want liefde is... Ik bedoel, je hebt mensen die seks kunnen beschouwen totaal losstaand van het begrip liefde. Die seks om de seks kunnen beleven. Ik vind dat moet kunnen. Ja, maar er zijn ook andere mensen die dat altijd een connectie geven met verliefd zijn. Dat kan. Ja. En dat is ook te zien hoe dat je dat ervaart, natuurlijk. Ja. Ja. En meer kan ik er eigenlijk niet veel over zeggen. Dat is, Sigmund Freud geloofde niet... Hij heeft altijd heel weinig verteld over zijn privéleven. Ja. Maar hij geloofde niet in monogamie. Dus dat de man en de vrouw altijd gedurende hun relatie... Maar er zijn heel veel theorieën over. Hè? Anderen zeggen van, we geloven er niet. Anderen zeggen van, het kan wel. Het kan in de dierenwereld zijn. Ik heb er zelf ook nooit in geloofd. Er zijn veel diersoorten die het wel doen. Jawel, de penguins of zo? De ganzen, de penguins. Er zijn misschien nog diersoorten. Ja. Dus waarom zo? Maar was jij een gans?
Ik heb dat ontdekt met een tijd dat ik eigenlijk een gans ben. Ja, je bent een gans. Ja, 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 ja. Ik ben heel trouw aan mijn vrouw. Ja. Maar ik heb, pas op, hè, ik ben... ik ben... Na mijn eerste scheiding ben ik theater gaan volgen. Heb ik mijn eerste jaren in theater gedaan. En dan heb ik zo, laten we zeggen, tussen mijn 27 en mijn 33... Dan heb ik echt waar zo'n beetje in het wilde heen geschopt. Ja. Heb ik heel wat korte relaties aangegaan, ook seksuele en zo. En, dan, en wat heb je daaruit geleerd? Dat ik een gans ben. Dat je een gans bent, ja. Dat ik een gans ben, ja, dat leerde. Dat het jou geen bevrediging gaf? Nee, nee, dat is, om, dat zijn ook seksueel van het ene naar het andere. Dat zijn momentbelevingen, belevingen die waar je op dat moment van geniet, maar je, op termijn voel je dat minder betekenis heeft dan dat je ervan verwacht had. Dus en dan, ja, dan kom je de vrouw van je leven tegen. Ach, kijk eens dan aan. Dan denk je, ja, oké. Okay. Ja, mooi, hè? En dat groeit langs twee kanten. Het moet ook van beide kanten komen, natuurlijk. Ik heb... als lied Après Toi gekozen van... Dat sluit daar toch zo wat... Ja, 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 ja. Heb je zin om het aan te kondigen of zeg ik gewoon... Nee, nee, het is aan uw tour. Ja, goed. Après Toi van Vicky Leanders. Ik vind dat trouwens nog altijd een van de mooiste nummers die ooit het Eurovisie Songfestival hebben gewonnen. Après Toi van Vicky Leanders. Het eenzame hartenbureau was niet mogelijk zonder deze partners. Woest Winery. Passie, proef je. Delrurent. Verhuur, auto's, bestel en vrachtwagens. Welkom terug in het eenzame hartenbureau, waar ik 6 levensvragen stel aan mijn, mijn vriend Carrie Goossens. Maar ik weet niet of ik zijn vriend ben. Maar voilà. Ze is klinken. En dan gaan ze zeggen, ze zitten daar te veel te zuipen in dat eenzame hartenbureau. Dat is televisie. Ja, dat is tv, inderdaad. Ja. Voilà. Zo'n goede geur, hè? Wel lekker, ja. Ja, ja. Carrie, ja. In elk mens voelt zich, ook de kijker die nu kijkt, voelt zich in zijn leven wel eens angstig. Mm. Hoe heb jij angstgevoelens overwonnen? Heb je dat überhaupt kunnen elimineren in jouw leven? En hoe heb je daar leren mee omgaan? Ik denk dat ik daar, want ik kan er vrij goed mee om. Dat kwam door... Ik heb niet zo'n gelukkige jeugd gehad. Oei. Ik ben als enig kind groot geworden in de wereld van volwassenen. Geen broers, geen zussen. Weinig vriendjes en zo. Alleen buiten op de school, maar niet in het privémilieu. En het was... mijn ouders hadden niet zo'n goed huwelijk. Er werd veel ruzie gemaakt. Er waren veel scènes, veel, we weten het allemaal... En dan, ja, als kind ervaren dat als een, dan heb je schrik. Als het niet goed gaat tussen je ouders, dan heb je schrik bij momenten. Maar dan kweek je, denk ik, een soort harnas. Een soort beschutting. Dat je weet dat het leven niet zo rooskleurig is als dat hier en daar wordt voorgesteld. En bijvoorbeeld, ik heb dan later ontdekt dat er veel mensen zijn die niet goed wisten wat ze met hun leven wilden doen. Ik wist dat eigenlijk ook niet. Maar ik dacht toen... ik had voorbeelden voor mij... dat ik dacht van... Oké, maar dat niet en dat niet en dat niet. Dat wil ik niet. Dat maak ik nu mee. Dat wil ik later, als ik volwassenen ben, niet meemaken. Maar als je dan groter wordt... dan in mijn kennissen en vriendenkring waar het dan... Wanneer de vrienden, de koppels die gevormd werden, de eerste huwelijken en wat weet ik allemaal. En als het dan hier en daar wat slechter ging, dan hoor je zo, dan voel je ook van oké, maar die mensen hebben angst om te zeggen, ik breek nu mee alles. Ik ben nog maar, ik zeg zo maar iets, 25 of 28 jaar. Ik kan niet breken, want wat gaat er dan zijn? En die angst heb ik nooit gehad. Ah ja. Ik heb veel dingen geprobeerd in mijn leven en rap wist van, dat is niet voor mij, dat is niet voor mij. Vandaar mijn eerste huwelijk, dat kort geduurd heeft. Ik ben in alle vrede en liefde en overeenkomst met mijn eerste vrouw uit elkaar gegaan. Dat was een beslissing, want het was een
een beslissing van te huwen uit een verkeerde bedoeling. Ik wou thuis weg zijn, ik wou gewoon alleen staan. Zoals velen die tijd. Zoals velen die tijd, dat was ook zo toen. Nee, ik bedoel, samenwonen, elkaar beter leren kennen, dat was nog niet aan de orde en zo. En dan heb ik wat was ik toen, 5, 26 jaar, de boeg omgegooid. Ik werkte op een reclamebureau, ik verdiende goed met een boterham. Mijn ouders, die nog allebei leefden, waren in alle staten. Die zeggen, wat ga jij nu doen? Ja. En dan zeg ik van, ja, ik ga, dat wil ik niet. Ik moet nu een risico nemen, of dat gaat lukken, dat weet ik ook niet. Ja. Maar als ik het niet doe, heb ik er misschien binnen zoveel jaar spijt van dat ik het niet gedaan heb. Maar natuurlijk, ik weet dat het niet altijd zo eenvoudig is om definitieve beslissingen met sommige mensen te breken of toestanden te breken, gewoon iets anders beginnen. Zo. Dat is niet evident. Maar langs de andere kant, als volwassene dan, heb ik een paar keer lichamelijk angst gehad. Bijvoorbeeld, ik heb eens een promotie gedaan aan de kust. En dat was ook van die waterski-scooters. En we moesten daar even voor de camera van alles doen. En op een zeker moment zag ik alleen maar water. Ik was zo ver van de kust gegaan. En dan heb ik echt, dan voelde ik angst. Angst, echt fysiek angst. Van ik zie, ik bedoel, dat is alleen water. Als er nu iets gebeurt, dan heb ik prijs. Dat is gepasseerd. Ja, hè. Ik heb het ook eens gehad bij, ik heb eens een zware val van mijn paard gedaan ook en zo, in het hospitaal gelegen al. En dan na 3 maanden, de eerste keer dat ik terug op een paard wou stappen, ik voelde het zweet in mijn handen lopen. Ik denk, ja, ik moet het. Maar een mens kan soms zo angstig zijn dat hij of zij niet goed weet waarom, dat jouw keel dichtgenepen wordt. Ja. Een soort levensangst eigenlijk. Ja, dat heb ik nooit gehad eigenlijk. Heb je dat nooit gehad? Nee, nooit gehad. Dan ben jij een gelukszak. Want, ik ben op verschillende punten denk ik een gelukszak. Ja. Want je hebt toch een traumatiserende jeugd gehad, zeg. Maar dat is ook zo. Ja, maar daar heb ik ook heel veel uit, daar ben ik goed uitgekomen en daar heb ik veel uit geleerd. En je moet toch die ruggengraat hebben. Ja, maar door als kind in een volwassene wereld de minder positieve dingen van het leven mee te maken, dan ongewenst, zonder dat je het beseft, capteert je dat en probeerde dat later u niet te laten aanvangen. Angst is eigen aan mensen, maar je kunt, ik denk dat angst heel, wat uw opvoeding, uw jeugdjaren heel belangrijk zijn, of dat je dan later iemand zei dat met angst kan omgaan of een angsthaas wordt. Mooi. Ik heb voor een liedje voor van Lian Saint-Pierre gekozen. Ah. Ja, een heel gemakkelijke mevrouw, excuseert u mij, maar een uitstekende zangeres. Een prachtige stem, dat vind ik. En ik vind ook zo, Lian Saint-Pierre is zo een van die typische voorbeelden van die generatie die altijd eigenlijk onderschat is geweest. Ja. Vind ik persoonlijk. Die ook serieus wat meegemaakt heeft in de jongste jaren. Als jonge artiest. Ja, ja, ja. Die toestanden. Ja. Voor mij is het of dat. Maar Lilian Saint-Pierre is wel een survivor, een overlever. Ja, absoluut. Ja. Lilian, het is voor mij of dat Lilian Saint-Pierre er altijd. Ja. Ze is niet weg te denken. Ja, oké. Okay. Lilian Saint-Pierre. Carrie Goossens is mijn gast in deze 3e aflevering. 4e seizoen van het Eenzame Hartenbureau. Heeft dat eigenlijk belang, maar nee. Maar goed, oké, ça va. Welkom. Ja, mochten de mensen nu pas inschakelen. Ik heb een zware vraag. Ja. Nog zwaarder. In de Bijbel staat, heb de anderen lief, zoals u zelf lief heeft. Nu, ik heb dat eens opgezocht. Via Google kan die alles. Die uitspraak bestaat al veel langer dan het christendom en de Bijbel. Nu, de vraag is de mens daartoe in staat om een ander mens even graag te zien als hijzelf? Dat is een moeilijke, hè? Dat is geen gemakkelijke, hè? Nu, over die thematiek heb ik het ook vaak met mijn vrouw, omdat mijn vrouw is een yogadocente. Ja. En dat is ook een van de
ja, van de basissen waar zij op werkt. Wat ook van het boeddhisme heel sterk gepromoot wordt. Van, En ik denk dat het voor de aarde, de wereld waar wij nu in leven, dat dat heel, heel moeilijk is. Ik vind dat in theorie is dat een heel mooi iets. En zo zou het moeten zijn. Maar ik denk dat dat quasi onmogelijk is om dat altijd en overal toe te passen. Omdat we leven in zo'n harde wereld. Het is waar, hè? Een harde wereld waar eigenlijk toch vind ik het malafide het haalt op het bonafide. Dat er veel meer dingen op deze wereld gebeuren die niet echt vredelievend zijn. En dan als je in een wereld leeft waar weinig vredelievendheid is, is het moeilijk om dat toe te passen, denk ik. Omdat je moet maar eens mensen in je omgeving hebben die heel graag ziet en waar iets verschrikkelijks mee gebeurt door een malafide actie van iemand anders om een heel banale reden of zo. Ja, dan denk ik, dan is het heel moeilijk om vergevingsgezind te worden, denk ik. Je moet het eigenlijk kunnen, maar ik weet niet. Allee, ik bedoel, ik heb daar met mijn vrouw al zoveel uren over gebabbeld en zo. En zij blijft daarbij. Zij is daar zeer, zeer betrachtend in om dat toe te passen. Ik ben daar ietsjes... dat komt ook weer door mijn... Waar we het daar straks over gehad hebben, dat ik een schild maak en denk van oké, tot daar en niet verder. En dit kan... Het kan voor mij tot aan dat punt, maar als je dat doet, dan... Ik bedoel, neem maar voorbeelden. Maar je maakt het ook zo mee. Als je nu ziet wat er in die verschrikkelijke oorlogen voor de ogenblik gebeurt... Dat is... Ik kan daar niet mee naar kijken. Want ik zeg altijd... Die oorlog in Oekraïne, nu in Hamas, in Israël en Hamas, dat zeg ik altijd, maar dat zijn wij, hè? Dat zijn wij. Mensen, hè? Ja, mensen die dat. Elkaar kapot maken. Die, maar wat die ik zo elkaar... misschien als we een oorlog vind, is dat, dat er wraakacties komen en dat er zoveel onschuldige mensen de dupe van zijn, vermoord worden, gedood worden. Maar dan moet je, en die kindjes die het nu overleven, dan kan je toch niet verwachten dat die opgroeien in vrede en dan later zijn tegenover andere mensen. Een vredeseiland gaan stichten. Daar wordt de kiem gestoken van haat. Ik herinner mij een uitspraak in een interview met kardinaal Daniels. Die of een goed mens was, heeft fouten gemaakt, maar goed. Hè. En hij zei, ja, als ik met een revolver sta en iemand anders staat met een revolver, ga ik toch proberen eerst te schieten. Dus ik ben een potentiële moordenaar. We blijven dieren. Die als het erop aankomt, kies je toch altijd, denk ik, om in leven te blijven. Ja. Sowieso. Maar het zijn niet allemaal zo'n lekkere dieren als wij. Natuurlijk. Nee, dat is waar. Tot straks. Het Eenzame Hartbureau was niet mogelijk zonder deze partners. Soriabel, natuurlijk efficiënt. The Baby Cries, website marketing, branding, reclame. Welkom terug in het Eenzame Hartbureau. Carrie, wil jij nog, nog een beetje? Bij de laatste. Wel, ja. Bij de laatste. Ah ja, oké, bij de laatste vraag. Goed zo. De dood. De dood. We moeten allemaal sterven, hè? Ja. Jij, ik, de mensen die kijken, niks aan te doen. We moeten er allemaal aan. Ja. Paula Semer vond dit een zeer groot onderwerp. Ja. Een persoonlijke belediging, zei ze. Ja. Ja. Hoe sta jij tegenover jouw zekere dood? Ik heb ontzettend veel bewondering en respect voor mevrouw Paula Semer, maar dat vind ik niet waar. Omdat als er nu één ding... Het allereerlijkste in het leven is, dan is het de dood. Niemand ontsnapt daar. Koning, keizer, admiraal, ze moeten er allemaal aan. Ze moeten er allemaal aan. Omdat je nu een gelukkig leven hebt, een ongelukkig leven hebt, rijk bent, bekend bent, maakt niet uit. Dood gaan we allemaal. En ik denk dat zo, ja, dat is zo. Ja, we leven in op een planeet die bestaat uit cyclussen. En ja, wij worden geboren. We hebben dat niet gevraagd, maar je wordt geboren. Je wordt op de wereld gezet.
En je moet zien dat je je plan trekt, dat je iets, ik bedoel, dat je ontwikkelt, dat je, zoals de dieren die in een bos geboren worden of in een savanne geboren worden, van oké, mannen. Alleen moeten wij veel minder dan de dieren, moeten wij elke dag opstaan en hopen dat we de dag overleven. Ja. Wij worden niet zo door iets dat groter is opgegeten of aangevallen of dit of dat of zo. Ja. Maar ja, je dood, dat kan je niet. Ja. Het is ook heel eigenaardig hoe dat op de wereldbol verschillende culturen daar totaal mee omgaan. Maar je bent niet als Hugo Claus die ik heb ooit ook die vraag gesteld. Ja. De dood is altijd een stokpaard geweest bij mij. Ja. En die zei, als ik op mijn sterfbed lig, zullen 7 engelen naar beneden dalen en rond mij zweven. Ja. Waar ik van de engelen niet zal zien of het jongens of meisjes zijn. Want dat wordt dan nog opengelaten. Dat was ook typisch Hugo. Dat is natuurlijk Hugo. Die maar zie jij zo'n beeld van jou? Zo nee, dat, ik denk als de dood intreedt, is het gedaan. Punt. Ja, ja. Ik bedoel... Ja, niemand, maar voor, ja. Niemand kan komen vertellen hoe het is. Ja. Niemand. En dat zal ook nooit iemand kunnen. Ja. Maar ik heb... Ik heb ooit een jaar in een rustoord gewerkt. Hè. Ja. Ik heb een depressie gehad, dat heb ik nu al genoeg gezegd. 20 jaar, 25 jaar geleden. 25 jaar. Hm. Ik word ouder. Ja. En ik zag toen dat vooral na de 90 jaar, dat mensen zo... Ja. Een afronding wilde. Ja, ik heb zo in mijn familie... Dat het genoeg was geweest. Ze hadden graag geleefd, hè? Ja, ja. Een oom van mijn vader, hè, maar en die zei van, manneke, ze mogen mij komen halen. Ja, het is goed geweest. En ja, ik bedoel, ik zou dat nu nog niet kunnen zeggen. Ja, ja. Maar toch, ik neem dat aan. Als je, die liet een papier zien met allemaal zwarte strepen. Ik ben die allemaal gaan begraven. Al mijn vrienden, mijn kennissen. What's the point nu nog? De actrice Catherine Hepburn zei van... Ik ben helemaal niet bang van de dood. Het kan nooit erger zijn dan het slapen. Ik slaap zo graag. Ah, voilà. Ja, maar dat is wel een punt. Ik denk dat dus... het is hoe de dood zich aanbiedt natuurlijk. Ja. Ik zou graag ook, heel graag, ooit in mijn leven... Als mijn tijd gekomen is, zoals men zegt... Ja. Dat ik gewoon in mijn slaap. Ik heb het met mijn eigen, een van mijn grootmoeders meegemaakt. Die was achteraan de 70, die was zeer actief. En die is gewoon in haar slaap gegaan. Ach, wat mooi. Mijn fantastische collega Frank Aandenboom, waar ik jaren mee gewerkt heb. Ach ja, Frank. Ja. Ook gewoon in zijn slaap. Ja. Gegaan. Maar mijn beide ouders zijn afschuwelijke pijn. Ah, nee, dat... Alle twee overleden. Ik kan dat wel begrijpen. Ik heb dat proces meegemaakt. Ik ben dichtbij, omdat ik ook enig kind ben. Ik heb dat allemaal Maar ik snap wel, als die er nu mensen zitten te kijken vanuit een ziekenhuis. Ja. Ja, ja. En kanker hebben en creperen van de pijn. Dat die zeggen van, wat zitten die twee daar te lullen? Ja, snap maar, je? Want, maar kijk, ik kan alleen maar eindigen met te zeggen van, ik heb geen angst van de dood, want dat is voor iedereen... Ja. Ik heb alleen een beetje angst van de manier waarop. Ja. Ja. Ik heb een heel laatste vraagje. Ja. Raymond van het Groenewoud zei aan de hand van zijn 70ste verjaardag... Ja. Dat hij een psychische vermoeidheid begon te voelen. Ja. Hebt u dat ook, om af te sluiten? Ja, nee. Tegendeel, ik voel geen fysische vermoeidheid. Ja, omdat geen psychische tegendeel. Je blijft in jouw hoofd een jonge springer. Ergens wel. Ik ben hier nog altijd van binnen, 20, 30 jaar of zoiets. En ik moet zeggen, de gelukkigste periode van mijn leven, fysiek, was rond mijn 50. Ja. Maar ik denk dat het psychische... ik heb alleen maar meer rust gevonden in mijn psychisch bestaan. Dat is mooi, ja. En dat is belangrijk. Dat is mooi, ja. Goed zo. Tot straks, op naar de laatste vraag. Welkom terug in het laatste stukje van het Eenzame Hartenbureau met Carrie Goossens als hoofdgast. Carrie, ik heb me laten omringen met de vrouwen, wat toch opmerkelijk is voor mij. Ja, absoluut. Ja, inderdaad. Maar ik vind het wel aangenaam. Hoor. Jij, ja, uiteraard. Ja. Ja. Ja, jonge spinger die je nog bent. Ja. Dit is Veerle Boekstans. Zij is woordvoerster van het... zeg ik het juist? Het Vlaams en Neutraal van Ziekenfonds. Het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds. Ik zal voor haar een glas nu schenken. Ja, doe dat. Okay. Doe dat. Ja. Dank u wel. En voilà.
Ja, blijf maar staan gewoon. Ja, dat, je staat daar mooi. Ja. En dan mag u, zoals afgesproken... voor. Zou de kijker u denken, dit duurt allemaal lang zo? Weet nee, wel, dat, dank je wel. Nee, ik ben van ziekenfonds veranderd. Ja. En dat meen ik, ja, dus echt. Omdat ik bij mijn vorige ziekenfonds altijd die zo zeven toetsen, keuzemogelijkheden had. Ik zou het niet weten. Ja, maar ja, als je... Ik zal ook wel... En bij hen heb je altijd een direct een warme stem. Ja. En ik vind dat wel belangrijk. Allee, dat absoluut. Komt misschien door de ouderdom. Ja. Dat, fijn om horen, hè, Dien? Ja, dat is echt... Ja, maar het is gewoon zo. Dat, leuk. Vera, je hebt een passend geschenk voor Karimé. Dus dat, omdat je gezegd hebt dat je nog altijd een potente man bent. Ja, hè? Ik heb dat niet gezegd. Oh, je bent... Jij hebt dat gezegd. Jij bent door, ongelooflijk. Ja. Ja. Ah, hoe? Oh, ja. Grote avonturen beginnen klein. Kan je dat doorgeven aan iemand? Grote avonturen beginnen klein. Ik heb drie kleindochters, maar die zijn wel 17, 16 en 15 jaar. Dat is een beetje vroeg, hè? Maar je weet nooit. Je weet nooit. Je weet nooit, je weet nooit. Schattig toch, hè? Ja, dat is nooit, ja. Het is niet gif is... Ik vind dat wel leuk. Ik vind het echt... Het is schattig, hè? Ja. Maar mijn maat is het dus duidelijk. Nee, het gaat niet passen. Dat is echt mijn maat. En jij hebt trouwens ook een geschenk. Ja. Voor mevrouw Van Hoest, hè? Ja. Het is geschenkendag vandaag. Oei. Geschenkendag vandaag. In deze... Mag je het schermen? Ja. Dus. Iedereen krijgt... Ik heb voor jou non-alcoholische wijn mee. Dat is voor mijn echtgenote dan, ja. De mousserende. Is dat zo, ja? Zoals ja, ja. Dat je aan het drinken bent. En onze triple chardonnay, dat is een bier met onze chardonnay druif. Ah, oh, dank je wel. Dat krijg je ook van ons. Ah, mooi, ja. Zo, hè? Zeker. Dank je wel. Alsjeblieft. Doe dat nog eens, stond er nee, goed nee. op. Het is goed. Oh. Ik heb net bedankt, Anushka. Nee, blijf. Oh, je mag blijven staan, je mag doen wat je wil. Laatste vraag aan jullie beiden eigenlijk. Ik vind dat het leven echt gemaakt is om gelukkig te zijn. Heb jij bijvoorbeeld dat stadium in jouw leven bereikt? Dan ga ik zo naar jou. Ik denk, hoe langer je besef wordt in het opgroeien, dat dat de bedoeling is van het leven, van gelukkig te zijn. Je moet natuurlijk zien waardoor en waarmee je gelukkig wordt. Er zijn mensen die nooit gelukkig zullen zijn, omdat die verlangens hebben dat je denkt, ja, dat is niet haalbaar, vergeet dat. Maar toch zijn er mensen die zo denken, maar als je kan leven met de kansen en de mogelijkheden en de mensen die je rondom je hebt, dan is het enige streven gelukkig zijn in het leven. Op een bepaald moment in mijn leven heb ik gedacht, nu kies ik voor geluk. Kan geluk ook een keuze zijn? Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Dat je de kleine dingen kan weten appreciëren. Dat je kleine gelukjes kunt zien, wilt zien, kan zien. Ja. Zoals de zon die schijnt. Dat is een gelukkig moment. En gelukkige momenten samen. Ik denk dat je dan uiteindelijk gelukkig wordt. Ben jij gelukkig, Veerle? Ja, absoluut. En ik word daar ook in gesteund door... Ik moet weer naar de yogapraktijk van mijn vrouw verwijzen. Die heeft heel veel mensen in haar lessen die om een of andere reden gelukkig zijn, ongelukkig zijn. En die proberen via de yoga een zekere rust te vinden. En door die rust een geluk te vinden. We gaan dit eenzame hartenbureau afsluiten. Karin, je bent bedankt om te komen. Je bent graag een grote meneer. Graag gedaan. Groot acteur. Dank u. Ja, ik ben echt blij dat jij, als ik jou vraag en als het enigszins mogelijk is, dat jij komt. Hè? Je weet het, als je belt. Dat is en echt... Het lukt, dan ben ik. Bedankt. Okay. Veerle Boekstans, blij om jou nog eens te zien. Je komt zoveel niet meer. Het was even geleden, maar ik ben blij je komt zoveel nog eens niet te zijn. Meer. Hè, klopt. Ja, maar ja, kijk, voilà. Ja. Blij van jou te zien. En, insgelijks. En bedankt voor de vriendschap ook die ik van jou krijg. En Anushka, wij beginnen nog maar. Hè. Tot volgende week.